Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe It's Only Week Time. Doe even een duimpje alvast omhoog. En vandaag gaan we weer lekker een stage. Ik vind mijn haar best leuk zitten vandaag, maar mijn make-up moet ik nog even doen in de trein. As always. Dus nu ga ik naar stage en check jullie later. Nou, inmiddels is het tijd voor lunch. En Lieve en ik dachten we gaan even wat eten halen. Maar kijk dit. Het is echt mega druk hier. De rij staat tot helemaal daar in de schap. Ik kan het niet aan, zoveel mensen. We zijn eindelijk uit de winkel ontsnapt. Yay. En nu, ik heb al 2 wraps opgegeten. Hallo Sanne. Ik heb al 2 wraps opgegeten en nu nog een half, want het is zo lekker. Met hummus en spinazie en tomatoes. En Quinten vlogt ook tegenwoordig. Op welk kanaal komt het? It's only a vlog time. It's only a vlog time. It's only a Quinten time. Het is niet helemaal waar, maar als je hem echt gaat uploaden, dan zal ik wel even een linkje in de beschrijving zetten. Als er geen linkje in de beschrijving zit, dan weet je het. Jij hebt een mes. Mag ik een mes? Ik heb de mes. Een mes. Geen mes. Ik ben een mooie lippen, boy. Ik ga. Hey Quinnie. Yo man. Je bent aan het vloggen. Mooi vlog, man. Hey allemaal. Ik ben Nick. En Eline is allemaal vlog. Mag ik even je rug filmen? Ik wil heel even je rug filmen. Zullen we een rug filmen? Hé, hey, vlog van... Kijk, nu is het echt een mooie jongen. Nee, maar echt. Ik krijg je subsidie voor jou. Kijk, hier is subsidie voor jou. Hé, wie ben jij? Nee? Oké. Wie ben jij? Je moet jezelf... Is dat Wouter? Stoute Wouter. En wie is dit? Dat ben ik. En wie is dit? Snel. Lisanne is iets van plan. Ting. En wie is dat? Dit is Alain. Dat is Sanne. Zij is interessant. Ik niet. Niet interessant. Ah. Hé? Niks. Hou je van eten? Ja. Heel erg. Jij ook? Nee, ik lust van eten. Nee, ik hou niet van mijn moeder. Nee. Je moet altijd van je moeder houden. Jullie, dan komt dit allemaal in je vlog. Ik weet niet, waarschijnlijk knip ik de helft uit. Ja, meer dan de helft, denk ik. Ah, ja, oké, wacht. Het zou zomaar kunnen. Ik heb echt problemen. Maar ik flip hem. Nee. En dit was mijn vlog. Nou, ik heb net lekker boodschappen gedaan. Dus je ziet, het regent echt enorm. Dus ik ben echt een versopenkastje nu. En nu moet ik eruit. Nou, ik heb net eten klaargemaakt. Papadums. Een sausje van allemaal dingen. Een dressing. En het gaat zeg maar, de salade gaat daarop en de dressing gaat daar overheen. En dit is sla, komkommer, augurk, tomaat, avocado en bosui. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit smaakt, want ik heb het recept online gevonden bij de Groene Meisjes. Die maken allemaal vegan recepten. En ja, dan ga ik nu eten en ik hoop dat het lekker is. Oké, ik heb alles opgegeten, behalve de dressing. Ik vond de dressing niet geweldig, maar... Ik vond dit wel heel erg lekker met die papadums. Papadums heet het. Ik zit wel echt super erg vol. Ik heb gewoon die hele bak leeg gegeten. Maar het was wel lekker. Ik weet niet of ik het heel vaak zal maken. Want ik hou toch meer van warm eten in de avond, denk ik. Maar op zich was het wel chill en het was makkelijk te maken. En ik ben de film Whatever It Takes aan het kijken. Die ga ik weer verder kijken. Goedemorgen. En nu ben ik weer aan het wachten op de lift. Dat is eigenlijk elke dag. Behalve in het weekend. Ah, en vandaag hebben we een redactievergadering. Dat film ik eigenlijk nooit. Maar dat is dat we bijeenkomen en dat we alles bespreken wat er die week voor projecten zijn en zo. Maar het is niet zo netjes om dat te filmen. Maar dan weten jullie dat ik dat in de ochtend heb. Goed verhaal, lekker kort ook. Doen jullie verder niks mee. Nou, ik ga vandaag voor het eerst deze week filmen terwijl ik mijn eten nog niet op heb. Want ik ben afgevreesd, dus ik dus steeds eet ik het op. Maar dit is mijn wrap, jongens. Ja, ik weet het. Ik eet al 3 weken hetzelfde, maar... Het is nog steeds wel lekker, maar morgen gaan we naar de markt, dus dan gaan we lekker iets anders eten. Ik zit hier met deze fantastisch leuke mensen. Hallo! Ja, niemand zwaait, dus ik denk dat dit er weer was. Nou, we zijn allemaal aan het schoonmaken en ik dus ook. En ik moet de emmers met schimmel schoonmaken. Ik zie helemaal geen schimmel. Nou, blijkbaar zit hier schimmel in en ik moet ze schoonmaken, dat is mijn taak. Ja, laat maar. Ik heb de schimmel al gevonden. En hier zitten echt brokken schimmel in. Dat is mijn lucky day. Oh, ik was nog lang in gesprek met Thijs. Thijs, als je dit ziet. Hoi. En ik had echt ziek erg honger, maar ik had geen zin om zelf te koken. Dus we zijn nu bij... Yum Yum! Ja! Met Levi. En we gaan... ik ga eten. Levi heeft geen geld, maar we hebben net wel gratis yoghurt gekregen. Dus dat is wel lekker. Moet je kijkers dat zien? Ja.
Yoghurt. Gratis en voor niets. Kijk hoe groot die bak is. Nee, maar zo. Ja, kijk hoe groot. Ik kan zo meedoen in zo'n auto. Omdat je het waard bent. Ja, eindelijk. Sorry, ik weet dat ik nu donker ben. Maar ik heb even geen zin om een lamp aan te zetten. Maar ik heb net deze film gekeken. The Spectacular Now. En ik vond het echt een hele mooie film. Met hetzelfde meisje. Ik weet even de naam niet. Maar zij speelt ook in The Fault in Our Stars. En hij speelt ook in heel veel films de douchebag. En nu was hij ook een beetje douchebag. Maar ik vond het echt een hele mooie film. Alleen wel een beetje een open eind waar ik niet zo goed tegen kan. Maar op zich, ik vond het een mooie film. Dus aanrader. Good morning. Ik heb vandaag een smoothie voor mezelf gemaakt voor het werk. Dus dat is super lekker, want ik had nog tijd over. En ik heb mezelf gisteren opengekrapt met mijn teennagel. Ja, het klinkt niet zo lekker, ik weet het. Maar ik heb nu de hele tijd last van mijn voet en nou hink ik half. Dus mocht je me vandaag toevallig ontmoeten voor het eerst. Ik loop niet altijd zo hinkend. Maar ja, het is vet kut. En deze schoenen zijn ook best wel vervelend daarbij. Want er zit hier een soort van... Lijkt wel alsof er iets in zit. Dus ik ga zo even kijken, maar... Goed verhaal, lekker kort ook. Doe jullie verder niks mee. En de liefde is er. Oké, Quinten is vandaag jarig. Ja, de jongen met de lange wimpers. En speciaal voor hem hebben we dit gedaan. En als hij binnenkomt, gaan we... En zijn stoel. Daar is hij niet. En als hij binnenkomt, dan gaan we muziek afspelen. Maar we zijn nu echt al een half uur aan het wachten bijna tot hij binnenkomt. Dus dat is best irritant. Ondertussen Quinten. Is gewoon een grap. Quinten? En voel je al een jarige jongen? Ja, nu wel. Ja. Zo. Ik ben ook echt vloggen. Vlogception! En wat vind je van je beeldscherm? Zo, wat vind je van je beeldscherm? Prachtig. Ja, echt mooi. Wow. Tijd voor lunch en we hebben kruiden en stokbrood en croissantjes. En Sanne is lekker spaghetti aan het eten. Noem. En ik heb een eigen smoothie gemaakt. Had ik vanochtend al verteld, maar ik heb hem nog niet laten zien. Dit is framboos, aardbei, citroen en sinaasappel. En ik hoop dat die lekker is. Nou, ik sta weer buiten. Ik moest even iets halen. SD-kaartjes en zo. Bij Handyman. Ik ben even de productiechick vandaag. En die ga ik even halen. Nou, SD-kaartjes halen, dat was niet helemaal een succes. Ik denk niet dat mijn werkgever wil dat ik vertel waarom dat gebeurde. Dus ik ga nu even naar Nick. Dat is ook een collega en die wil een tip-top opnemen. Dus ik ga hem even helpen. Ik ben net even langs de toko geweest. Het is echt een geweldige toko in Almere. Ik ga niet alles laten zien. Want ik heb ook heel veel dingetjes gekocht voor Ella. Want ik had haar nog beloofd. Toen we die quiz deden, wie kent mij het beste, dat zij nog cadeautjes zou krijgen van mij. Dus ik heb even wat cadeautjes gekocht, dus die ga ik niet laten zien. Wat ik wel ga laten zien is dit. Vanille en groene thee. En dit is mochi of zo, of mochi. Ik schrijf het zo, mochi of zo. En het is een soort ijs met daaromheen een soort van pannenkoekenlaagje. En Jeffrey en ik aten dit een keer in een restaurant. Het zag er precies hetzelfde uit en Jeffrey was er zo verslaafd aan. En hij bleef er maar over doorpraten hoe lekker het wel niet was. Dus ik zag het en ik dacht, oh, ik moet het voor Jeff meenemen. Ik had hem ook al gelijk een foto gestuurd. En het is ook nog geen melk en glutenvrij. Meestal is glutenvrij soms ook vegan. Heeft niet altijd een verband met elkaar, maar in ieder geval geen dairy. Dus geen melkproducten en zo. Dus dat is heel top. Dus het is waarschijnlijk gewoon vegan. Ik moet nog wel even de E-nummers controleren, maar volgens mij is het gewoon vegan. Lekker! Ik heb dit keer sushibol gemaakt zonder radijsjes en mais. Want ja, daar had ik gewoon even geen zin in. En dit is het. En nu is het wel heel erg groen, maar het is zo lekker. Nom 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 nom. Ik heb net Insurgent gezien. Dat is de opvolger van Divergent. Het was wel een camversie online, dus het was niet geweldig. Het is zeg maar met een camera in de bioscoop opgenomen. Dat is een beetje slecht. Ik weet niet wie er allemaal geluid loopt te maken op de gang, maar... En ik wacht nu op Jeffrey. Jeffrey komt in de avond. Dus ja, ik ga dat denk ik niet meer filmen, want ik wil nu gewoon mijn vlog editen. En ik ben al best wel een tijdje aan het wachten. Tenminste, ja, de film is net afgelopen, dus echt wachten is het niet. Maar ik ga hier bij de vlog afsluiten. Volgende vlog is Jeffrey er dus meteen in de ochtend bij. Niet dat je denkt van, oh, wanneer is die aangekomen?
Maar dat. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!